Goedendag, dit is het weekoverzicht van week 52 met de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen week. De meeste Nederlandse huishoudens gooien frituurvet na het oliebollenbakken door het riool. Traditiegetrouw gaan veel mensen met oud en nieuw oliebollen bakken. Het gebruikte frituurvet verdwijnt daarna nog vaak in de gootsteen of wc. Het vet veroorzaakt grote problemen in leidingen en bij rioolwaterzuivingen. De zuivering en afvoer van oliebollenvet kost de waterschappen jaarlijks enkele miljoenen euro's. Wanneer frituurvet door de gootsteen wordt gespoeld, gaat het gestolde vet aan de binnenkant van de leidingen zitten. Dit kan zorgen voor verstoppingen bij mensen thuis en bij rioolwaterzuiveringen. Tijdens kerstavond zijn er lichtjes ontstoken op de oorlogsgraven op de Oosterberg begraafplaats in Voorburg. Dit wordt jaarlijks gedaan ter herdenking van de militairen die hebben gestreden voor de vrijheid en die hier liggen begraven. 34 kaarsen zijn aangestoken door burgemeester Bijl en leden van de veteranencomité Leidschendam-Voorburg. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen was het dit jaar geen openbare bijeenkomst. Het verlichten van oorlogsgraven op kerstavond gebeurt op honderden locaties in Nederland en daarbuiten. Het gaat veelal om militairen, maar ook om mensen die op andere manier hebben bijgedragen aan de vrijheid. Rijswijk krijgt bijna 1 miljoen euro subsidie van het Rijk om tijdelijke woonruimte voor studenten mogelijk te maken. Daarvoor worden woningen gecreëerd voor studenten die anders moeilijk aan een woning kunnen komen. Het geld wordt gebruikt voor een project voor studentenhuizen aan de Polakweg. Daar worden 3 leegstaande kantoren in de Plaspoelpolder omgebouwd naar 312 studentenwoningen met gemeenschappelijke ruimtes. De studentenwoningen kunnen verhuurd worden voor een periode van 10 jaar. Een deel van de woonruimte wordt door de gemeente bestemd voor alleenstaande, studerende statushouders. In 2022 kunnen de eerste studentenhuizen in gebruik worden genomen. Dit jaar wordt op Oudejaarsavond opnieuw een livestream uitgezonden voor alle betrokkenen en liefhebbers van de vreugdevuren in Den Haag. Dit is om de teleurstelling iets te verzachten dat voor het derde jaar de vreugdevuren niet door kunnen gaan. De vreugdestream gaat op vrijdagavond 31 december van start en gaat door tot 2 uur 's nachts op nieuwjaarsdag. Er treden bijna alleen maar Haagse artiesten op, zoals The Outsiders, The Dark Raver en The International Chucky, De Kraaien, brengen hun nieuwste nummer We Love the Fire ten gehoor. Deze is speciaal voor de gelegenheid geschreven en geproduceerd. 2 inwoners van Naaldwijk mogen voorlopig in het centrum niet meer komen in het gebied rond de Esdoorn in Naaldwijk. Ze hebben van burgemeester Arends een gebiedsverbod gekregen. Dit is omdat ze telkens weer overlast veroorzaken. Doel van het verbod is de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel van de mensen die er wonen te verbeteren. Al geruime tijd is er in de omgeving van Esdoorn sprake van overlast van een groep jongeren. Het gaat daarbij om geluidsoverlast, vernieling, het mishandelen van voorbijgangers, bedreigingen en intimidaties. Dit gebeurde ook bij spelende kinderen. Een inwoner van Delft kreeg eerder al een gebiedsverbod. De werklocaties van Stadsbeheer in Leidschendam-Voorburg worden verbouwd en verduurzaamd. De afdeling Stadsbeheer zorgt dat de straten goed zijn ingericht en onderhouden. Dat doen ze nu vanuit 3 locaties. Het idee is om vanuit 1 locatie te gaan werken aan de Verse Achterweg 14 in Leidschendam. Op deze plek wordt nieuwbouw neergezet. Zo wordt het mogelijk om de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk te gebruiken. Nieuwbouw zorgt er ook voor dat het gebouw gasloos en energie-neutraal is en daarmee voldoet het aan de duurzaamheidseisen. Door vanuit 1 locatie te gaan werken, blijft er uiteindelijk geld over. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het plan. Met de ingang van het nieuwe jaar mogen bijstandsgerechtigden in Leidschendam-Voorburg en Wassenaar 1200 euro aan giften ontvangen. Veel mensen krijgen wel eens een gift, zoals de betaling van de rekening van de dierenarts of boodschappen. Giften kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van de bijstandsuitkering. Er geldt wel een aantal voorwaarden.
Gifte moet eenmalig zijn en er mag ook geen tegendienst worden gevraagd, zoals een klusje in ruil voor de gift. Giften die niet aan de voorwaarden voldoen, moeten gemeld worden bij de gemeente. Vrijwilligersinitiatieven in Zuid-Holland kunnen tot €2500 aanvragen om mensen in eenzaamheid en voedselnood te helpen. Vorig jaar startten de HELA Stichting en Fonds 1818 het initiatief Kleine Coronahulp. Dit geeft donaties aan vrijwilligersprojecten die zich richten op eenzame mensen en mensen zonder toegang tot voedsel als gevolg van de coronacrisis. Er zijn inmiddels 400 projecten ondersteund. De initiatiefnemers zijn allemaal vrijwilligers. Met de nieuwe lockdown is besloten dat de kleine coronahulp doorgaat en open blijft voor aanvragen. Bij oud- en nieuwviering wordt steeds vaker een brandje gestookt in een oud olievat. De bodem van zo'n vat wordt zo heet dat het asfalt op de weg smelt en zorgt voor een flinke schade aan de weg. Ook bij plaatsing van de oliedrum op een grasveldje ontstaat schade. Gemeenten adviseren om bij gebruik van een olievat op de openbare weg voorzorgsmaatregelen te nemen. Dit kan onder meer door het vat op een laag zand te zetten of door hem op tegels of klinkers te plaatsen. Bij verkeerd gebruik zal de politie optreden. De kosten van de schade wordt dan verhaald op de eigenaar van het olievat. Net als vorig jaar is het gebruik van vuurkorven en vuurmanden op straat verboden. Dit was het weekoverzicht. Heeft u nieuws voor ons? Laat het ons weten. Maak foto's of video's met uw smartphone van bijzondere gebeurtenissen en stuur ze naar onze redactie. Dat is redactie@regionieuws.tv of via WhatsApp kan ook naar 06 1970 2510. Dank voor uw aandacht. Namens het Regio Nieuws team een fijne jaarwisseling en de beste wensen voor 2022. En blijf gezond.